stel je voor, je moeder maakt zo'n lekkere jachtschotel dat de kinderen elkaar niet vertellen als ze uitgenodigd zijn voor het eten. Want ze willen namelijk allemaal de jachtschotel niet delen. Andries, dat is een beetje het verhaal, toch? Of niet? Dat is inderdaad helemaal het verhaal. De jachtschotel is gewoon zo lekker dat je gewoon als kinderen en ook als aangetrouwde iedereen... Ja, want in jouw geval is het je schoonmoeder, hè? In dit geval is het mijn geval is de schoonmoeder, inderdaad. Wil je gewoon niet dat de rest het weet? Want dan gaan ze allemaal komen en dan gaan ze allemaal mee eten en dan heb je zelf minder. In mijn schoonfamilie zaten gewoon 4 kinderen. Ja. En ja, allemaal ook paarders. Dus ja, als je pech had, dan zaten er gewoon 8 man plus de opa en oma, zeg maar, hè, schoonvader en schoonmoeder. Dan zat je met 10 aan tafel. Ja, en dan is het natuurlijk zo'n schaaltje delen. Ja, nee, dat is s'nacht dan. Was je heel snel klaar. Dus dan sta je gewoon niks. En wat is dan het geheim van dit recept? Het geheim van het recept zit denk ik gewoon meer in het vlees. Dat is het meest lekkere wat erin zit. Dat is draadjesvlees, rundvlees. En dat liet mijn schoonmoeder dan een hele nacht staan. Zodat alle kruiden, en dat hebben we het over laurierblad en alles wat er allemaal bij in zit. Ja. Dat liet ze de hele nacht liet ze dat trekken, zeg maar. Dat het heel lekker de smaken erin kwamen. En dan werd de appelmoes nog van de appels uit de tuin als het eventjes kon gemaakt. Nou, dat is vandaag ervan. Dus, dat is vandaag niet helemaal gelukt. Nee. Maar je schoonmoeder leeft inmiddels niet meer? Nee, die is helaas overleden. Maar betekent dat je nog wel het geheime recept hebt gekregen van je schoonmoeder voordat ze overleed? Ja, ik heb nog op tijd, of we hebben het geheime recept nog gekregen. We hebben het allemaal opgeschreven. Yeah. En daarmee wordt het nu gemaakt. Maak jij het zelf net zo lekker? Ja, dat vinden sommigen van wel. Ik vind het natuurlijk zelf van niet, want zij heeft natuurlijk haar speciale smaak eraan. Yeah. In de jachtschotel zit ook... wijn in verwerkt. Dat wordt uiteindelijk wat alcohol eruit gekookt. Er zit ook wijn in verwerkt. En dat was natuurlijk het klassieke beeld. Als je je schoonmoeder zag staan, dan was het elke keer even proeven. Dan scheut je wijn erbij, een beetje azijn erbij, nam je zelf een slokje. En zo was je dan best lang bezig om een jachtschotel te maken. Ja. Ja. En deze is nu ook de avond van tevoren al... Deze is natuurlijk ook de avond van tevoren al gemaakt. Ja. Nou, maak jij hem even af hier? Ik ga hem afmaken voor jullie. Dan gaan we zo even proeven. We hebben er al eentje af. Nou, hier pak hem erbij. Klaar. Gaan we hem erbij pakken. De bordjes. Ik ga hem maar even boven. Hupsakeetje. Kijk toch eens. Nice. De dam komt eraf. Dat is heel goed. Zijn wij hier niet te beroerd om te delen. Dus. Nee, hè? Kijk eens, mannen. Een winterse jachtschotel. Oh, lekker. Eet smakelijk. Dankjewel. Bedankt. Mooie paardenvlees hier zit. Nou, goeie.